ik kwam mevrouw Surrey tegenbeleven. Ze zei dat ze een cadeautje voor mij had afgeleverd. Ze geeft je toch altijd iets voor je verjaardag? Ja, wat is het? Een brief, morgen mag je hem lezen. Ah, ben ik niet nu al een beetje jarig? Nee. Wat een flauwekul had ze morgen moeten afleveren. En dan rest ze een nieuwe man achterna. Dus ik mag hem lezen? Nee, je bent morgen jarig. Dus morgen... Geef hier die brief! Jammer. Openmaken, Hedwig. Tuurlijk, papa! Ben ik nu al jarig? Wat staat erin? Begrijp jij dit? Wat moet je er niet mee? Ik ben toch jarig? Morgen! Wat staat erin? Hedwigs grootvader schrijft de directeur Waarle hoeft zich niet langer in te spannen met dat kopieerwerk, want vanaf vandaag, morgen dus, krijgt hij een maandelijkse toelage van 1000. Nou ja. Verder. Na zijn overlijden staat hier, gaat deze schenking over op Hedwig. Op mij? Oh, papa, zoveel geld! Papa, ben je niet blij? Blij? Ja, al dat geld, dat is er ook voor jullie, voor jou en voor mama. Ja, voor mama, hè? Wat bedoel je, mama? Ga je jas ophangen, Hedwig. Dat is mijn antwoord. Die brief is voor Hedwig. Voor van Hedwig aan Hedwig? Die bestaat niet meer. Wie? Hedwig. Mijn Hedwig. Wat bedoel je? Ik begrijp het goed wat ik bedoel. Ik heb eindelijk iets uitgevonden. Ik heb hier niets meer te zoeken. Jan! Hou jij de mond, jij! Jij bent je waarheidsvordering. Ik ga. Geen kind meer. Wat zeg je, papa? Ga weg, jij. Hij gaat me niet aan. Papa? Niks, geen papa.